Hallo kijkers van Shinespark, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter. Gewoon van Harry Potter. Gewoon en ook van de generaties en ook van met Rusty Rondje. Jazeker, en ik ga nu lekker naar het verboden bos, want ik mag naar Aragog. En ik spring weer mis, wat een leuk spel spelen wij! Oh mijn god, ik ben zo blij. Bankering. Oh, Nanowing, ik ben boos op jou. Oh, oké, okay. Ik dacht, je loopt wel meteen door naar Aragog, maar... Dat viel zeker weer tegen. Yep. Ja, je hebt hier wel spinnen, maar daar is ook alles mee gezegd. Wacht. Oké. Kom op, Harry. Harry is steeds dood. Kom op, Harry. Harry, loop door. Kom op, Harry. Lekker met Harry. Ik ben Harry. Ik ben Harry. Oké, ik word hier gewoon omsingeld. Dat heb je wel eens. Spinnetje inks. Bij jou is het gewoon van Frodo. Ja, ik zit echt te spammen bij Heel misschien ben ik in een gat gevallen. Heel misschien maar. Ja. Heel misschien ben ik in een gat gevallen. Excellent Potter. Daar is Potter. Die al. Oh, wat een Dit is maar een heel klein stukje naar Aragog. Lekker ring. Oh, ik weet wat je moet doen. Je moet de zijkanten van Aragog incendioen. Denk je ook niet dat jij eerst nog tegen Zwadderich ook moet zwerkballen voordat je naar de basilisk mag? Ja, ik zeg maar, dat duurt niet zo heel lang. Nee, dat is waar, maar dat denk ik wel, dat je dat moet. Ja, ik ben er wel bang voor, maar... Maar dan vraag ik me af wanneer dat moet, want je hebt letterlijk, tenminste in de film was dat je meteen na dit meteen de slang. A girl who was killed 50 years ago. Kan gebeuren. Oh ja, ik had trouwens die foto van jou gezien, Milan, van die jij stuurde in de groep. Ik moest wel lachen toen ik het zag. Wacht, welke foto? We durven de auto te stelen. Ja. Ja, goede titel toch? Ja, ik zag hem net. Ik had echt zoiets van, die is wel echt goud. Oh, wacht, dit gaat niet zo... You still alive? Ja, maar ook nog maar net. Meer geluk dan wijsheid, maar je bent nog wel aan het leven. Ja, ik dacht, dat sprongetje haal ik wel, maar dat was dus niet zo. Toen was het, oh nee, toch niet. Oké, wacht. Maar dit... Wacht, huh? Oké. We gaan even kijken hoe dit werkt. Kijk jij eens even hoe dit werkt. En ik ben bijna dood. Grote spinnen. Tegen de Loser Boys. Hey. Ravenclaw! Ja, het werkt wel zo. Auw, en ik ben dood. Maat, wat hebben die beukers? Nee, dat had ik dus ook. Boost! Hallo? Waar is dat? Oh, top. Hij had nog wel meegekregen dat hij had dacht... Oké, top. Oké, maar hoe kom ik nou bij de volgende? Hoe komt Harry nu bij de volgende stuk van de schrik nu? Moet hier iemand voorbij lopen? Oh, moet iemand omhoog? Harry is gewoon... Slimpy. Een Slimpy guy. En incendio. Ja, ik zit Flipendel te spammen bij het leven, want... Camera, draai mee. Godsamme. Oh, deze komt goed. Auw. Nee, Cho Chang heeft meer gehaald in. Dat moet niet. Oké, spring nee, Harry. Nog een keer springen, Harry. Auw, dat was spin. Dit gaat fout. Gaat fout? Ja, spin hield mij tegen.
Zo zijn spinnen. Yep, nare wezens. Dat sowieso. Kom op, Joe, vang die snij! Nee, vuile bitta, leave Britney alone. Wacht, waar is die? Oh, daar. Gryffindor! Stap voor, Big Four, fellas. Big Four tegen de Loser Boys. Ai, 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 ai. Liefde Blue Boys hadden dus. Okay, ik zou toch verwachten dat ik weer bijna bij een stukje ben. Let me put the spiderweb on fire. Is je lekker zeet. Hè? Dus nu ben ik echt van. Nu ben ik het echt van kwijt. Oh, ik moet deze kant op. Oké. Okay. Au. Echt, die spinnen zitten hier gewoon op te wachten. Wat een vuile spinnen. Naar de bitta's. Zeker naar de bitta's. Echt. Ja, het scheelt dat ze niet zo heel veel damage doen, maar alsnog. Het zijn wel. Zijn met zoveel. Au. Hé, hey, we hebben weer een stukje hoor. Incendio. Oh nee, dit is veilig. Lekker bij Argoch. Tuurlijk. Even langs die vol. Kom op, Joe, vang dat ding gewoon! Kom op, Joe, je kunt dit, ho. Ik wil niet dat ik extreem veel fouten maak of zo, maar ik kom gewoon niet dichterbij. Nee, dat probleem had ik dus ook. Incendio. Auw. Hé, hey, we hebben een bean. En wat heb ik hier? Wat is hier nou weer een random tovenaars kaart? Chillen. En het is nog wel een zwerkbal persoon, oké. Okay. Ook dat nog. Incendio. Doe je erg hoor. Oh ja, tuurlijk, Harry. Oh nee, Joe heeft hem. Lekker, Joe! Vuile bitta. Zo moeten. Zie je het gewoon verloren van de Blue Boys en Joe? Van de Blue Boys en Joe. Oh. Argoch, maak hem af, eet hem op! Ik wil dit niet meer. Welke spreuk moet ik hierop afschieten? Incendio? Hoop het, want ik had hem niet op tijd kunnen gebruiken. Anyway, I'm going back to bed. See you later. Ja, het is Incendio. Nee, nee! Maat, oh. hij sprint op me af alsof je leven ontvoerd wordt door mij. Wat? Alsof je leven ontvoerd wordt, kan dat ook al? Ja, ik maak hem gewoon wat van. Ik maak hem gewoon wat moois van, weet je. Gryffindor. Hufflepuff. Ravenclaw. Oh. Slytherin. Echt al die moeite voor één smekkie. Echt, hè? Kom maar, Argoch. Kom eruit, jongen. Hey, kom eruit, dan dood u. Ik moet zeggen, ik ben half, jij bent half, samen zijn we één geheel. Wat zeg je nou? Ik HP. Ik ben half dood, hij is half dood, samen zijn we één geheel. Hoppatee. Nee. En hier ook gewoon pumpkin pasties. Ja, die zijn hier! Wat een bullshit.
Oh, die cutscene, nu te laat. Ja, kom op, kill! Kill Harry! Kill! Harry went to bed before anyone else in his dormitory that night. Flickering. Oh, en ik krijg gewoon nog een flesje. Ik heb nu 2 potion vials. Minder lekkering. Oh, hey Ron, ook hier. Hey Ron, wil jij ruilen? Huh? Het is hij, Harry, wil jij ruilen? Oh. Hey auto, wil jij ruilen? Ja, hey auto. Ja, wat wil je een auto ruilen? Luchtverfrisser. Wat duurt het lang? Mike. Ja, Milan. Zorg nou dat het minder lang duurt. Ja, ik zit zelf ook naar een cutscene te kijken. I don't think you meant to kill anyone. But monsters don't make good pets now, do they? It never killed no one. Come on. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered. It wasn't him. He wouldn't. He never. Ja, jammer. En de Jenny. It was Hagrid. Ja, moaning Myrtle. 50 years ago. Go tell Hermione. I've got to go and see Hagrid. Op naar harige Ingrid. Ja, ik ga weg bij harige Ingrid, want harige Ingrid zit in Azkaban. Lekker, man. Exactly. Anyway, ja, I'm ja, off maar the ook, ook echt. Ja, het boek is gestolen. Ja, doe hem morgen wel eens mee, joh. Ik ben nu moe, we doen hem morgen wel eens mee. Ja, of naar bed. Ik vraag me dan wel echt af wat we in die dag moeten gaan doen. Chilling. Chilling rain. Ja, even gewoon bijkletsen met onze medestudenten. God, ik word wel moe van die huispunten hoor. Jeez. Dat je er elke keer naar moet zitten kijken. Ja, maar ook echt iedere keer naar elke dag en nacht. Echt, ik ben echt blij dat ze daar na... dat ze daar na deel 2 niks meer hebben gedaan. Ja. Ik moet zeggen, er is niks veranderd. Heel veel puffs staan nog steeds laatste, zoals waar ze horen, dus hè? Ja, maar dat is gewoon gerubber band. Waarom bij mij niet huis? Daar staan ze mooi. Wee. Altijd die misgun. Altijd die afgunst naar Huffling de Puffling. Milan. Ja. Jij zei toch, jij speelt nog een wedstrijd tegen Zwadderich? Ja. Die speel je nu. Zie je? En daarna ga je naar bed en dan ga je naar de slang waarschijnlijk. Hoe durf je dat te zeggen? What the fuck? We zijn op YouTube. Doe eens even normaal. Ja, joh. Lucius Malefidus. Oh, ja, ik wil zeggen, ik ga ze zo een kaart kapot maken. Lekker. En ondertussen ga ik het kastel lekker in de fik. Oh, wat gaan we doen? Oh. Oké, okay, Ron, jij komt me pas tegen bij de tweede verdieping. Oh. Wat duurt het allemaal lang, jongens en meisjes? Hey, dat komt verstaan. Net deed je nog sizzle spraak. Hoe die sleutel ook neergooit. Ah, dat heb ik niet nog gezien. Die sleutel gooit ook gewoon ineens neer. Lekker. Ja, hey Ron. Smolouwe. Wat hebben wij trouwens dit jaar wat toverdranken gehad? Nee, lekker rustig. Nee, lekker zeggen, geen snippa. Nee, want ik zat al te bedenken van die potion vels. Die moet je bij Snape bijvullen. Maar waar is Snape dan? Jawel, we hebben wel potions gehad toen we leerden dat je jezelf ermee kon healen. Nou. Oh. In zijn kamer staat dan zo'n ketel. Ketel, ketel, tover, ketel. Ik denk als ik zo meteen die slang moet gaan doen, dan ik wel eventjes flesjes ga vullen. Oh, wil je zo winnen? Ja. Ja,
ja. Want ik wil zeggen, mocht ik hem bijna dood hebben... Mocht ik hem bijna dood hebben, dan ga ik me daar flushen, vul ik gewoon mijn levens bij. Ik zit echt even na te denken, waar de frik is het overdrank ook weer? Ja, dan niet, dan gaan we gewoon. Hier. We gaan er gewoon voor, Milan. Gewoon YOLO. Zelfde als bij jou, je bent nog maar één hit verwijderd van dood. Ja, zo ben ik. Ja, als je daar doorheen gaat, ben je Baragog. Ja, maar ik ben wel dood. Godverdomme. Hij was zo close om Baragog te zijn. En volgens één stapje verder en dan was hij er. En de game was zoiets van, how about now? How about now? Ja, ik ga weer even lekkers werkballen. Doe maar even. Hi plank, doei plank. Ik ga Draco helemaal kapot maken. Helemaal de tyfus inblazen. Ja, oh nee. Oh, ik heb geen zin in deze wedstrijd, want je gaat ook onder het stadion vliegen. Leuk. 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 Ja, dat zegt Nando altijd. Leuk, heel leuk. Hi Draco. Ik vind het wel mooi, het is ook gewoon echt een Svadrik logo en niet gewoon nee. Draco's hoofd. Nee, natuurlijk niet. Ja, ik moet zeggen, die wil je ook niet zien. Nee. Kijk, ik heb zo'n idee dat er in deze wedstrijd cutscenes gaan zitten. Dat is kut. Zien. Ja. Auw. Draco, hoe durf je? Everyone thought that I was the monster that dwells in the chamber of secrets. Een hele grote spinna. They thought Hagrid had opened the chamber and set me free. Oh, Draco raakt door een beuker. Lekker. Oh, en opeens staat hij voor je. Yep. Wat? Oké, dan gaan we toch even lekker niet doen. Who was killed 50 years ago. Nu gaat het niet goed. Nee, het gaat echt niet. Nee, het ging even ergens niet helemaal lekker. Ik had een boost aangezet om eventjes in één keer daar te zijn, maar dat ging niet helemaal lekker. Auw. Beuker, ga fietsen. Oh, waar is die? Snij, blijf even op één baan, joh, oké? Okay? En Draco werd meegehaald. Lekker win, Draco. En ik ben gecrashed. Oh, ineens heb ik Draco in. Oké, hi Draco. Draco vloog even achteruit om tegen mij aan te beuken. Zo is Draco. Hi Draco, doei Draco. Hallo beukers. Hé, een tovenaarskamer. Hey, doei Draco. Au. Ik ben weer gecrashed. Dit gaat echt lekker, dit. Echt beuken, zonemiet erop. Deze wedstrijd gaat echt belabberd. Au, hoi Draco. Oh, Draco is ook geraakt door een beuker, top. Oh, daar heb je Draco. Hoi Draco, doei Draco. Oké, dan gaan we. Oké, dan gaan we. Nee, hè? Ik heb hem! Jammer. First try, hoppa. 180 tegen 20. Lol, Draco vliegt nog vol tegen me aan. Ik weet gewoon niet waar ik naartoe moet. Kijk, ik heb deze kapot gesneden hier. Ja, je moet het ding volgen. Nee, dus je komt daar omhoog. Oh, dat had ik niet gezien. En we hebben dus werkbalbeker gewonnen. Beetje jammer. Want ja, ik heb, ondanks dat het mijn boys zijn, de Blue Boys verslagen. Die vind ik dan wel weer teleurstellend.
De Yellow Guys hebben gewoon gewonnen van de Blue Boys. Dat kan niet. Oh, nice. De tijd is op. Ik zit in het laatste scherm. Oké, ik word de hele tijd opgegeten door spinnen. Ver en af. Nou, eens kijken. Oh. Ja, Hummeling was niet bij de wedstrijd. Ik ga nog even verder. Ja, begrijpelijk. Ja, helaas is dat hem niet... Maar ik moet hier dan toch verder, maar... Nee, je moet de andere kant op. Je kunt naar rechts, ja, maar je kunt ook naar links. Ja, maar... Huh? Hoezo? Hier. Nee. Ja, maar daar kom ik vandaan, hè. Hier kom ik vandaan. Nee, daar heb ik het ook niet over. Daarheen en dan de linkerpad volgen. Ah. Oh, je kunt trouwens op een pauze zetten. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.